Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe video van mij hier op ItzUltraxx, de enige echte. Eindelijk jongens, het is zover, Metro Simulator 3.15 is uitgekomen gisteravond. Ik ben er al druk mee aan het stoeien. Ik ben bezig om ijverige activity te maken, dat doe ik altijd. Ik bepaal zo mijn eigen dienstregeling en welk materieel er opkomt en welk materieel ik voor welke lijn ga gebruiken. Daar heb ik altijd mijn vaste rituelen in. Dus ik ben alweer druk bezig met een eigen dienstregeling maken voor de Metro Simulator. Dus ik kan nog niet echt mijn eigen Metro Simulator laten zien. Maar ik kan alvast wel een stukje van het spel laten zien natuurlijk. Ik zou zeggen, kijk en geniet van Metro Simulator 3.15. Eindelijk, na heel lang wachten, is het eindelijk gelukkig weer zover. Er zit een nieuw materiaal erin van de treinen. Wat is er veranderd aan de route? Op metrolijn C zijn er twee veranderingen. En dat is dat de metro is uitgebreid van Leliewaard naar Delfsblaak en van Simvliet Airport naar Simvliet Centraal Station. Daarbij is ook een nieuwe lijn D gekomen van Simvliet Centraal naar Strandboulevard. Ik hou het niet langer in spanning, hier is het spel. Nou, de metro staat inmiddels en nu zien we het. We zijn op Simvliet Centraal zijn we. En lijn C naar Delfsblaak. We gaan even wachten, nog 2 minuutjes en dan gaat de metro vertrekken. We gaan even kijken, nog niet alle deuren zijn open. Huppakee, we gaan gewoon even de kant op. Zo. Huppakee. Zo, nou, we zitten in ieder geval alvast helemaal klaar. Zo, we drukken even op de knop. En dan gaan we even wachten tot de metro mag vertrekken. En inmiddels hebben we het, signaal gekregen. Dan mogen we vertrekken. En daar gaan we dan, jongens. Metrolijn C van Simvliet Centraal naar Delfsblaak. Ja, ik moet wat harder gaan rijden. 80. Waar is de halte? jou dat ik niet meer verder mag rijden. Zo. Nou. Ik ben een beetje vroeg vertrokken volgens mij. Ah, dan trek ik het signaal dat ik weer mag vertrekken. En wij gaan hier rechtsaf. Rechtdoor ga je naar het strand. Dat gaan we ook nog een keertje doen. Maar wij gaan hier ook. Rij maar. Zo, juist. Hoppakee. Hoi. Hey, dat komt niet vaak voor, hè? Metro 5500 op de C-lijn. Dat komt niet vaak voor, hè? En we mogen weer vertrekken. Naar de volgende halte. Zijn we weer in Simvliet. Simvliet Airport zijn we weer. Nou, dit was even lijn C. Ja, de rest van de route die kennen jullie inmiddels. Ik ga het even heel even doorspoelen tot ik bij Oostpark ben. En daar ga ik de route vervolgen. Zo, en dan komen we aan op station Oostpark. Oh, ik moet het verder doorrijden. Juist. Dan moet ik niks bij de andere drie stoppen. Zo. Punt zo. En dan gaan we door naar Leeuwartina. En dat was ja, tot voor kort het eindstation ja, van de lijn C. Dus dat de eindhalte. Nou, jullie gaan het zien. Hij is gewoon helemaal veranderd. Het was een eilandplan. En ze hebben nu gewoon twee losse holtes gemaakt. Daar gaan we dan. Nou, hier was normaal het eindstation. Maar we kunnen nu dus verder rijden naar Delfshagen. Hoppakee. Delfsblaak. Gaan we eventjes kijken of we de halte hebben. Zo, even kijken hoor. Zo, Airport Centraal. Goed zo. Klein stukje doorrijden. Mag ik nog een klein stukje doorrijden? Dank u wel. Kijk, dat was een stuk beter zo. Hoppakee. Stationen, ding uit, licht uit, alles uit. En ja, dat is hem jongens. Vertrek vanaf perron 1. En dit is dus de nieuwe halte, eindhalte van metrolijn C Delfts-Blaak. Ja, mooie route. Hier ga ik weer, uiteraard ga ik hier weer heel veel uurtjes aan spenderen. Want ik blijf Metro Simulator echt een geweldig spel vinden. Dus ja, binnenkort laat ik ook even lijn D zien. Heb ik nu nog niet laten zien. Maar die gaat uiteraard ook komen. En natuurlijk, uiteraard ga ik weer nieuwe traject video's maken. Waarop alle haltes te zien zijn. En alle lijnen te zien zijn. En al het materiaal. Dus ja, blijf gewoon geabonneerd. En dan komt het allemaal helemaal dik in orde. Bedankt allemaal voor het kijken. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Doe even een duimpje de lucht in. En ja, als je geabonneerd bent, druk even op het belletje. Dan word je op de hoogte gehouden als eerste. Als er weer een nieuwe video of livestream is. Jongens, bedankt allemaal voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende video maar weer. Bye bye. Hoi.